Dorado, what up guys? Leuk en tof dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Overwatch. Vandaag gaan wij lekker wat Pharah spelen. Want misschien zien jullie het al in de titel. Ik heb een nieuwe Golden Gun. En één keer raden van wie die is. Zoals je al ziet, ik heb mijn Golden Gun van Pharah. Ik ben er super blij mee. Helaas kunnen we haar vandaag niet spelen. Want als je kijkt naar ons composition, dan hebben we een andere healer of tank nodig. Ik weet niet wat hij zegt, maar ik denk dat wij een tank moeten spelen. Dus laten wij Rolex spelen, I guess. We gaan Reinhardt spelen. We hebben een Reinhardt nodig, helaas. Helaas dat we geen DPS kunnen spelen. We gaan wel, als we gaan aanvallen, gaan we wel DPS spelen. Jongens, als je Overwatch leuk vindt, doe even het duimpje omhoog. We zitten hier in een Grandmaster game. Ik hoop dat we dit kunnen winnen. Ik weet in godsnaam niet wat te zeggen, maar ik ben heel erg benieuwd naar de Reaper en Hanzo. Dat is interessant. Interessante keuze. Alright. Dus je kan nu al zien wat ze hebben. Ze hebben een Widow. Dat is, dat wordt heel erg naag voor onze Reapers. Ik zeg het je. Nice shot. Dat was nice. Hij killde meteen instantly Hanzo. Wat super chill is. We moeten hier wel gewoon non-stop mijn shield blijven. Oh. Op blijven hebben, want die Widow die daar staat, dat is heel gevaarlijk. En ik weet in godsnaam niet wat die Reaper doet. Die Reaper is echt niet slim bezig. Ik kan een jump down voor Reaper. Woe! Zoals je daar zag, ik probeer die Reaper daar ook te redden. Nou, is me dat gelukt niet, regen mijn shield. Ik word hier gehoekt, ja, ik kan er niks aan doen, helaas. Ik, Reinhardt is hier ook niet echt een goede keuze, heb ik het gevoel. Ondanks, well, in de choke is het wel super chill. Nice. Let's push out. Ja, waarom niet? Hij kon er niet doorheen. Oké, okay, whatever. Ik ga weer terug. We moeten bij de PO blijven en moeten de choke blijven verdedigen. Dus dat is ook precies wat we gaan doen. Helaas is onze Reaper nu dood. Best wel heel erg out of position raakt hij. Oeh, die is serieus 1 HP. Letterlijk 1 HP. Nightshadow moet zo snel mogelijk daar weg. Die is ook dood. Ja, ze spelen heel erg greedy met z'n allen. Twee hits met mijn Fire Strike. Ik moet wel nu een tikje naar achter, want ja, we hebben 2 down. Dus dat is niet leuk. Ja, we willen nu echt heel ver naar achter wachten tot onze 2 DPS weg zijn. Ik weet niet wie erachter zit. Ik denk Genji. Ik ga hem gewoon charge, fuck it. RIP. Ik denk dat ik hem wel kon charge, alleen iemand maakt hem wakker. Ik denk dat onze Hanzo was. Dus prima. Wow, dat was een nice hit. Alright. Oh, dit is chill. Oh, what the fuck ligt in me? Is dat Zarya? Dat ziet er echt super vreemd uit. What the fuck? Dat is inderdaad. Is dat onze Zarya? Dat is onze Zarya. Dat is een beetje RIP. Dat is prima. Don't boost. Alright. Al onze DPS's hebben een ult. Don't use all your ults together, please. No, just keep some. Oké, ik moet hier oppassen. Want ze willen heel graag de payload move, zoals je al ziet. Hebben ze nog steeds een Widow? Ze hebben nog steeds een Widow, inderdaad. Die heeft me net ook gehit. En ik moet hier weg. Oeh. Kunnen hier nog steeds. Oké, dat was nice. Dat was heel erg nice. Ja, sure bro. Ik wil je wou waarschijnlijk healen, maar hij was low, dus ik kon niet echt veel doen daar. Dat is prima. En dit is vooral gewoon lekker chillen bij de choke. Ze moeten eigenlijk veranderen van... ze hebben zelf 2 snipers, dus dat is niet echt chill voor hun. Voor mij is het prima. En ons Nightshadow, die dude, die is... hij is zelf fucking goed. Care Widow, high ground left side. Pas op. Ik weet het niet. Ik weet ook echt niet wat mijn team zegt. Ze babbelen maar een beetje wat. Ik vind het allemaal wel prima. Ik denk dat de Reinhardt hier wel een hele goede keuze was. Al was ik hier varen, dan was ik zo snel dood gegaan. Oh shit. Oh fuck my love. Ik blijf hier gewoon staan. Dat is gewoon lekker relaxed. Niet echt veel gaande. Dit zijn nou de typische Grandmaster games. Oeh, oké, moet ik wel oppassen. Yeah, it's down though. Oh shit. Dat was awkward. Ik bedoel, ik wou naar voren gaan, maar ja, er kwam ineens een roadhog van beneden, van boven, sorry. Ik denk dat ze nu kunnen pushen. Usults. Hey, usults. That's it. Like, gebruik Zarya en Hanzo, I guess. Dat zou wel werken. Well, ik heb nog steeds mijn ult. Ik hoopte serieus dat een paar andere mensen daar wel waren, maar iedereen was zelf al dood. There you go. Dat is een group wipe. 3 kills. Dit zouden we moeten halen. We hebben wel daar gewoon 5 ults voor gebruikt. Dus dat was wel een beetje overkill. Het zou wel genoeg moeten zijn. Reaper is er ook wel weer snel terug. Reaper, tot mijn verbazing, werkt hier wel. Dus dat is best wel chill. Yo, get soldier right side. Get him. Chase him. Dat het werkt. Ze zijn nu allemaal zo ontiegelijk low. Hoppakee. En die 2 kunnen zelf niks meer. Ik ga nu ook naar... Good job. Ik dacht dat ze zelfs payload aan het move waren. Dus ik zat echt van, they're moving payload. Maar nee, dat doet ze dus niks. Hoppakee.
We pakken deze natuurlijk nog mee. 1 HP. Oh, die gaat vanzelf wel dood. Deze man, die moet er ook nog op. Maar dat is het fijne aan Reinhardt, dude. Yeah, je maakt een goede keus en hoppakee. You're doing it. Nice. Good job, guys. Dat was solid. Dat ging best wel goed. En nu zou ik graag varen willen. Want dan kan ik aan jullie mijn nieuwe golden gun laten zien. Oké. Wel, nu zul je zien. Oké, wel, Vara. Ik ben heel erg benieuwd of het gaat lukken. Er staat meteen daar een Widow. Yup, dat was... dat wordt awkward. Ik denk niet dat iemand hierboven staat. Oh jawel, Reinhardt staat hier. Woep. Dat is zo chill aan Vara. Dat je gewoon hun defenses gewoon in één keer kan verneuken. Ik moet wel oppassen. Wij gaan gewoon wel meteen een flankje hier zo. Oh, als ik nu gehoekt word. Oh my god, gelukkig breekt de hoek. Maar dit is ongemakkelijk. Waarom ging ik niet? Ik kon er niet makkelijk doorheen. Ik weet niet wat daar gebeurde. Maar ze hebben een Junkrat. En dat is ontiegelijk ongemakkelijk. Vara is hier wel the way to go. Want ze hebben geen Widow meer. Ik weet niet wie veranderde. Ze hadden een Widow. Ik weet niet wie eerst dood was gegaan. Ik denk hun Junkrat. Ik heb serieus geen idee. Maar dit kunnen we als het goed is gewoon makkelijk pushen. En kunnen we winnen. Vooral met Vara. Ik moet gewoon heel veel boven blijven. That's it. Als zodra ik boven blijf, dan komt het wel goed. Yo, you chilling, Anna? I'm chilling. Nice dude. Hij chillt hem. Belangrijk ook. Ik moet hier weg, want hun jungle. Ik moet gewoon via boven irritant gaan doen. How are they not hitting you, sorry? What the fuck? Hey, well, dit werkt blijkbaar niet. Ik moet gewoon even wat beter doen. That's it. Zodra ik een goede engage krijg, dan komt het wel goed. Ze hebben geen Anna, toch? Jawel, ze hebben wel een Anna. En daar staat nog steeds een Roadhog. Here we go. The Roadhog behind us. Hij heet Tesla. Oh, yeah, leuke naam. Hij is low. Nice. En nu kunnen we gewoon doorpushen. En ik denk dat dit de game is. Yeah, dit is sowieso de game. Hoogstwaarschijnlijk, hier, ik kuur me gewoon. En ik slaap. En ik ben dood. What? Nice! Oh nee, hij gaat waarschijnlijk zijn ult doen. Ja, yeah, dit wordt een easy game. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk een easy game. Yeah. GG. Dit was GG. Dat was een short game. Maar zoals je al ziet, ik speelde heel slecht Vara. Dit is wel mijn eerste game ook. Ik ben ook redelijk ziek. Ik weet niet of jullie het kunnen horen. Ik heb de griep en ik heb ontzettend veel keelpijn. Hetzelfde als gisteren. Jongens, binnenkort, waarschijnlijk overmorgen, komt er weer een Overwatch Challenge. Die komt er weer aan. Dus ik hoop dat jullie daar veel zin in hebben. Bedankt voor het kijken. Laten we kijken naar de play of the game. Ik denk dat Genji die heeft. Nee, Nightshadow heeft. Ik vind het altijd interessant als Widow een play of the game krijgt. Laten we gaan kijken. Bam. Hatchet. Oh, ik heb hier mijn ult. Dat was echt ontzettend ongemakkelijk. Oh, hij kwam via boven. Ah. En dan kwam de rest. Die killed ook nog de Lucio. Nice. Good game. Bedankt voor het kijken, jongens. Check de volgende keer weer.